Friday there, country music lovers. Now it's time for Countryland. It's the best station for country and bluegrass music with my buddies Teeman and Jos. So settle up, guys. It's going to be a long ride. Goedenavond, luisteraars. Weten jullie welkom bij 2 uur country music in het programma Countryland. Met vanavond tegenover mij, Jos. Ja, goedenavond, Teeman. Ja, goedenavond. Hallo. En links van mij zit Johan. Hey, wat grappig. Hij zit rechts van mij. Oh, dat is vreemd. Ja. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Hebben we allebei een andere komt politieke... Komt omdat ik tegenover jou zit, denk ik. Oh, zou dat het wezen? Ja. Ik heb in mijn geval rechts van mij Ab zitten. Ja. Schuin tegenover mij zit Nel. In de hoek daar zit Valeri, die voor de koffie zorgt. De thee, limonade, foto's maken. Oh. Alles op zijn tijd, sorry Jos. Alles op zijn tijd. Ja, ik wil koffie. Ik denk, kom maar op. Oh ja. Ik had voor een paar weken geleden had ik dit nummer ook al gepland. Alleen toen kon hij dus niet in de uitzending meegenomen worden. En toen zei Gerrit van nou, misschien vindt mijn zoon dat wel niet leuk dat dat niet gedraaid wordt. Want die is weg van Travis Tritt. En dat was dus het nummer wat we mee begonnen met, samen met Marty Stewart. Dan heb je wel een duo hoor. Hey. Ja, zeker. Maar ze zijn met z'n tweeën, maar het is wel double trouble. Ja, dat moet je niet hebben. Dat moeten we niet hebben? Nee, ik denk dat ik er maar een klein beetje genoeg van heb dan. Nou goed, dan gaan we gauw door naar de volgende, Jos. Ja, dat zei ik toch? Oh ja, sorry. Dat ik er een beetje genoeg van heb? Ja. Dan kijken we naar de titel. Ja, dat heb ik al gedaan. Oh, heb je gezien? Nee, dat is goed. Ja. Nee, ik heb een nummer uitgekozen van Zephaniah Ohora. Die heb ik in de afgelopen, ik denk anderhalf jaar, heb ik er als twee keer eerder een nummer van gedraaid. Even een herinnering roepen. En nog best wel jonge man, denk ik. New York City, de country scene van New York City. Die bestaat dus ook, hè? Zoals eerder verteld. En als je dan daar bent en je bent in Brooklyn, dan moet je naar de Skinny Dennis Bar. Want daar is hij de musical director. Hij regelt daar alle muziek. En hij speelt daar ook zo'n beetje één keer in de week met zijn eigen band. En gewoon heerlijke muziek. Hij laat gewoon toch wel een beetje een stukje traditionele country laat hij gewoon leven. En hij zegt dus ook dat hij er genoeg van heeft. Wij niet. Wij gaan voorlopig nog even door. Ja, we zijn nog net pas begonnen. Maar Zephaniah Ohora zegt: I do believe I've had enough. Hier krijg ik geen genoeg van hoor. Nee, ik krijg er ook geen genoeg van. Tjong, wat de stem. En toch hoop ik ook dat Zephaniah er ook geen genoeg van krijgt. Nee. Maar dat klopt ook, want dit was zijn debuutalbum. Van 2017, zeg ik nu even gauw uit mijn hoofd. Maar ja, je moet 3 dingen tegelijk zien. Dus dan ben ik het alweer van mijn schermpje kwijt. Oh ja. 2017, ja. Ja. Maar hij is een kleine artiest in de zin. Dan heeft geen platenlabel. Hij moet het allemaal zelf doen. En hij is nu wel bezig met een volgend project om een nieuw album te gaan maken. Daar is een fundraiser voor bezig die al ver gevorderd is. Dus misschien in de loop van dit jaar dat hij kan gaan beginnen. Misschien 2021 dat er een nieuw uitkomt. We gaan het afwachten. Ik hoop erop. Wat we niet afwachten is het volgende. Want we gaan voor het eerst in 2020 over naar Utrecht. Yes. En daarvoor hebben we aan de lijn Sietse Wils. Goedenavond, Sietse. Goedenavond, daar ben ik weer. Ja, we hebben elkaar even een poosje gemist natuurlijk door allerlei omstandigheden. Maar we zijn weer terug. Ja, fijn dat jullie op het nieuwe station zitten. Ja, nou, dan zou ik het maar gelijk zeggen. We zitten nu bij A1 Radio, dus... Ja, precies. Ik had het verhaal gehoord. Maar fijn dat het programma weer verder gaat. Nou, dat zeker, ja. En we hopen natuurlijk richting jullie ook weer het een en ander te kunnen gaan doen in de toekomst. Want jullie hebben van die fantastische artiesten elke keer. Zullen we dan maar gelijk mee verder gaan, Sietse? Ja, dat is goed. Aankomende donderdag begin ik dan gelijk mee. Ja, jullie komen ook langs, geloof ik. Komen even langs. Misschien stoppen we ook nog even daar... Ja, leuk. Bij Iris the Man. Ja, precies. Op aanstaande donderdag is dat al. Bij ons in de grote zaal. Best bijzonder dat ze komt weer. Want ze is echt jaren niet in Europa geweest. En fijn dat we haar mogen verwelkomen. Ja. Ik kijk er ook erg naar uit hoor, eerlijk gezegd. Ja, want jullie draaien de muziek van haar ook wel volgens mij af en toe in het programma, toch? Wij draaien vooral Harro, want Harro is een van in Nederland de disjockey geweest die dus in de tijd van de NCRV ook regelmatig Iris the Man draaide. Ja, precies. Ja. Nou, wat leuk is om ook wel erbij te vertellen is dat het voorprogramma die avond van Peter Brown komt. En zij is de dochter van Greg Brown. Jullie vast wel bekend. Ja.
zij is, eigenlijk voor de tweede keer bij ons. Ze was 2 jaar geleden op het Roots Festival. Samen met haar stiefmoeder eigenlijk. Is ze op tournee. Het wordt wel een bijzondere avond, denk ik. Voor, wij kijken er erg naar uit, ja. Ja, zeker. Is er nog ruimte in de zaal? Laat ik dat eerst maar eens even vragen, want... De mensen, ja, er is echt nog plek. Het is een hele grote zaal waar ze geprogrammeerd is. Bij ons in de grote zaal beneden. Dus daar is voor meer dan 1000 mensen plek. Zoveel mensen komen er niet. Ik denk dat er nu zo'n 700 mensen een kaartje hebben gekocht. Dat is ook leuk. Ja, dus het zit wel lekker vol, maar er is ruimte genoeg. Dus als er nog mensen enthousiast worden, dan kunnen ze zeker donderdag naar Utrecht komen. Ja, nou, noem even op waar de mensen misschien nog kunnen inschrijven, of is dat niet zo? Op onze website, op Tivoli Vredenburg, is het goed te vinden. Maar wij hebben natuurlijk ook ons speciale portal voor alle Roots-concerten, Shelter from the Storm. En daar zijn eigenlijk alle concerten in dit genre een beetje bij elkaar gebundeld. En daar is ook de link te vinden naar de concertkaarten voor Irish Demand. Dan gaan we eigenlijk nog even een stapje verder. Want het wordt eigenlijk een hele drukke maand. Ja. Want als ik het goed heb, is dat de 17e of de 19e? Her Majesty. Ja, en dat is ook wel, ja, dat is misschien flauw om te zeggen, maar ook wel weer een bijzondere avond, omdat het de première is van hun nieuwe project. Een groep Nederlandse muzikanten die heel veel Crosby, Stills, Nash & Young hebben gespeeld door de jaren heen. Hun nieuwe programma bij ons in première laten gaan. En daar moet ik wel bij zeggen, dat is wel op een haar na uitverkocht. Dus als mensen interesse hebben aanstaande zondag, dan is het wel zaak om kaarten van tevoren te halen. Kijk, dus daar gaan we zeker dan vanuit dat er dan wel wat mensen op af moeten gaan komen. Ja, en de muziek die ze nu, onder andere brengen is dus ook dingen van The Birds en Gram Parsons. Maar ook de wat nieuwere dingen zoals de Jayhawks of ook wel muziek van Wilco bijvoorbeeld. Dus het is een wat, ze hebben er wat modernere interpretaties ook bijgehaald. Ja, ja. 27 januari, Chase Rice. Even kijken. Hij staat bij ons. Had je er nog eentje tussen? Ik had er nog eentje tussen, inderdaad. Mag ook. Nou, die is al op 22 januari. En dat is Sam Baker. Oh ja. Ja. En dat is een, ondertussen wel wat oude knar, kan je zeggen. Hij maakt echt al vanaf jaren 80 platen. Vooral zijn trilogie uit begin 2000. 2004 tot en met 2009 heeft hij eigenlijk 3 platen uitgebracht die eigenlijk één soort... één verhaal vertellen en er staan echt fantastische liedjes op. Een beetje in de stijl van Townes Van Zandt of Steve Earle. Hij speelt solo, gitaar, piano staat bij ons in de Cloud 9. Ook daar is de kaartverkoop al best ver van, maar er zijn nog wel wat kaarten voor te krijgen, maar het is absoluut een aanrader als je van de wat meer singer-songwriter-achtige muziek houdt. Nou, mooi. Moeten de mensen dan ook maar echt even naar heen gaan. Hè? Want dan praat je wel over artiesten die wel gelukkig goed naam hebben. Zowel in Nederland als buiten de grenzen. Ja, absoluut. En ook hij komt niet vaak. De laatste keer dat het gelukt was om hem te krijgen is toch ook alweer 4 jaar geleden. Dus het is wel... het zijn toch altijd wel de leuke dingen als het dan weer gelukt is om zo iemand bij ons binnen te krijgen. Ja. Dan gaan we toch even de stap naar de 27e maken. Chase Rice, is dat geloof ik, hè? Ja, Chase Rice is een echt een Americana country artiest. Eigenlijk vrij recent doorgebroken. Het is al een jonge jongen. Zijn plaat in 2017, Lambs and Lions. Ik weet niet of jullie daar wel eens muziek van hebben gedraaid. Nee. Ja,
de Nashville sound is echt wel in terug te horen. Maar het is best ook wel... er zit wel een soort dansbare twist in zijn nummers of zo. Hij heeft... het heeft iets heel opgewekt. Nou, dat is weer gezellig natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Zeker, dus dat, nou ja, goed, dat zijn er eigenlijk voor januari de vier. Heb je zelf nog eentje dat je zegt van, nou, die moeten we in januari zeker even noemen? Nou, helemaal aan het eind van de maand, dat is Jill Laundry. Hij is eigenlijk dit jaar met zijn debuutplaat gekomen. Maar heeft al behoorlijk wat jaar meegespeeld in de Old Crow Medicine Show Band. Dus dat is de bluegrass folk band die in Amerika heel populair is. Daar was hij gewoon een van de bandleden die ja, altijd mee op tour was en op alle albums te horen is. Maar die band die is een beetje op nou ja, sabbatical zou je kunnen zeggen. Dus hij heeft nu een solo plaat gemaakt. En ja, ik denk dat dat van de recente platen die is uitgekomen wel een van mijn favorieten is. Mm. En nou ja, die staat eind van de maand bij ons in de kleinste zaal in de club. Dus ja, dat is heel intiem. Maar echt een... nou ja, ik denk dat, dat die later dit jaar op een aantal festivals nog wel furoren gaat maken. Nou, mooi. En dan ga ik, omdat we elkaar in februari pas weer treffen... heb ik in het, februari nog een Casey en Clayton. Ja. 16 februari. 16 februari, inderdaad. Ja, zij spelen al wel wat langer samen. Ze zijn ook voor de tweede keer eigenlijk bij ons te zien. Ze zijn hun twee albums die ze tot nu toe uit hebben, die zijn door de frontman van Wilco, Jeff Tweedy. Ik weet niet of jullie de muziek van Jeff Tweedy ook wel eens draaien. Nou, draai je niet, maar hier wordt aan de rechterkant van mij wel geschud van ja. Die ken ik. Nou, ja, hij is, nou ja, Jeff Tweedy is wel een levende legende, zou je kunnen zeggen. En die heeft beide platen gemaakt. Het heeft een heel erg jaren 60 geïnspireerde folk sound. Een beetje Brits. Heel veel mooie samenzang. Je zou misschien Joni Mitchell als, als referentie kunnen zien. Ja, een absolute aanrader. Nou goed, zeker. Dan denk ik dat we het rijtje voor vanavond hebben gehad. En dat ik daar zeker bij mag zeggen. Maar mensen gaan naar Tivoli Vredenburg om daar ja, naar de genoemde concerten te gaan. En ja, je mag zelf nog even wat zeggen, Sietse. Ja, nou ja, kijk, naast deze concerten hebben we echt behoorlijk veel roots, Americana... country-achtige programmering. Dus en op shelterfromthestorm.nl, dat is onze, ja, onze website voor al dit aanbod. Ja, kun je eigenlijk van alle artiesten die komen wat informatie vinden. Veel muziek is er ook te horen. Dus dat, dat biedt wel een goede manier om, om kennis te maken met al dit aanbod. Nou, prima. Dan zeg ik jou dankjewel voor het gesprek. En we gaan elkaar zeker weer zien en horen. En dan gaan we erop verder, wat er nog meer van jou te doen is. Hartstikke goed en veel plezier aan zijn donderdag. Dankjewel, Sietse. En jij nog goede dagen verder. Dankjewel. Okay. Goed, en voor de mensen die dus donderdag nog tijd en zin hebben om te gaan... laten we nu even horen waar u naartoe kunt gaan, want dit is Ars Dement. Nou. Ars Dement. Ik denk dat jullie daar donderdag een leuk avondje gaan krijgen, als ik het zo hoor. Dat hopen we zeker, ja. Nou, dat weet ik wel. Ik weet het wel zeker. Dat is Our Town, hè? Our Town, ja. Ja, ja. Ja, niet jouw town, maar Our Town. Our Town, ja, 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 maar ook niet jouw town. Nee, ook niet. Nee, dus bij de kippen af, hè? Goed, we gaan naar Russell Moore en The Third Time Out. Ja, heel goed. Ja, Russell Moore, ja, een van de... een van de mannen die ook uit de bekende groep Quicksilver komt. Hè? Wat ik altijd de Bluegrass School noem. Hè? Ja. Heeft hij een aantal jaren bij gespeeld. Heeft hij 7 albums meegemaakt. Zo. Zo'n periode is hij bij Doyle Lawson geweest. En toen is hij ook daarna, zoals zoveel uit die groep, zijn eigen weg gegaan. En toen heeft hij dus onder andere in 1999 het album John and Mary gemaakt. En daarvan dit prachtige Rose of My Heart.
Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week. Goed, we hebben vanavond een keer twee platen. Twee oude platen uit het stof gehaald. Ja, ik had begrepen dat jij een klein doosje vond. Maar ik heb een klein doosje. Er zaten er maar twee in. Ja, daar kon er niet meer in. Dus we hebben dan een hele mooie eigenlijk. Ik ga eens even kijken, want ik heb er nog een en ander op papier gezet eigenlijk. Jenny en Pauline Bowman. Dat zijn de dochters van de vroege violist Charlie Bowman. En de meisjes waren praktisch zakelijke veteranen tijdens de tijd dat ze begonnen met hun duo-zusters opname act. Hele regel is dat. En die was begonnen met het optreden toen ze nog een tikje voorbij de peuterpodium was. Volgens mij was dat dan heel erg jong. Ik neem aan dat dat bedoeld was. Elk van de zusters was een snelle studie op verschillende instrumenten. Jenny die speelde de accordeon en viool vrij goed. En terwijl Pauline Bowman een uitstekende gitariste was. En zelfs op een ukulele kon meedoen. Ik weet niet wat voor instrumenten ze nu gebruiken in dit nummer zometeen. Maar dat is dus My Old Kentucky Home. Wel bekende nummers uit, in mijn oren. Ja, maar ook weer van dat bekende label, hè? Ja. Bear Family. Bear Family. En over de volgende heb ik eigenlijk bijna of helemaal niks van. En dat is Bill en Bella Reed. En het overbekende nummer is You Shall Be Free. Dus we gaan luisteren naar de Bowman Sisters om te beginnen. De twee oude platen uit het stof vanavond hebben we laten horen. En het leuke is, het is van de Johnson City Sessions. En dat is heel erg oud. Uit 1928, 1929. Maar dat hebben we wel gehoord, denk ik. Ja, er zat ook nog. Volgens mij was nog niet alle stof eruit. Er zat nog wel iets tussen. Iets beter borstelen volgende keer. Maar het is fantastisch dat Ik heb nou zo'n klein staalborsteltje wat ik gebruik voor in de tuin, weet je. Om tussen de steentjes schoon te maken. Misschien net te grof, maar. Als dat ervoor nodig is, doen we dat, hè? Ja. Dus. Maar goed, wat die staalborstel niet nodig heeft, is de volgende. De Pine Mountain Railroad? Ja, Pine Mountain Railroad. Ja, ook een mooie band. Ik moet eerlijk zeggen, doordat de drukte en het nieuwe ritme en op de dinsdagavond ben ik minder in de gelegenheid geweest om heel veel details op te zoeken. Maar ik wil wel dit erover zeggen. We gaan luisteren naar een gospelsong dat heet Beyond the Rain. En dat is geschreven door de man die we enige tijd geleden via Skype hier in het programma in het gesprek hadden. Mark Brinkman. Onze vriend Brink, die had hem geschreven. Van het album Heartache and Hope uit 2006. Pine Mountain Railroad met Beyond the Rain. Nou, even tot laatste. Dat laatste toontje, die fiddle nog even. Hup. Ja. Ja. Ja, heerlijk. En ja, Ab zegt al, een fantastisch mooie, technisch ook mooie opname. Nou, dat is echt wel heel belangrijk. Briljant. Ja. Ja. We gaan naar de I Draw Slow. I Draw Slow. We gaan naar Dublin in Ierland. Dus dat doen we met de waterfiets. Okay. Onze collega Ronald, let op, want die houdt heel veel van de Ierse muziek. Hè. We hebben ze al een keer eerder gedraaid. Ik had hem ook in de blog nog genoemd. Kom ik in twee uur nog misschien als we tijd hebben over de blog terug. Maar een rootsband uit Ierland maakt ook weer op een hele bijzondere manier hele mooie muziek. Waar heel duidelijk een bluegrass basis in zit. Maar ook heel duidelijk een Ierse folkbasis. En heerlijk nummer, dat heet All Souls van het album White Wave Chapel uit 2014. Nou, dat hield in één keer op. Ja. Er zat een handrem op, hoorde je dat? Hey, ja, bovenop de rem. Ja. Maar nee, gewoon heerlijke muziek, de Ierse. Dus, mensen die ons programma kennen weten dat wij ook wel liefhebbers zijn van Alan Jackson. Ja, zeker. En daar heb jij wat voor meegebracht, denk ik, hè? Ik heb... die is van een eigen cd die ik ook heb thuis. Mm. Van het cd Don't Rock the Jukebox, het album. Uit 1991. En ik denk dat ik die gekocht heb toen die ook vrij nieuw uit was. Dus die heb ik best al wat jaartjes in de kast staan. En die heb ik toen in die tijd best wel redelijk grijs gedraaid. Ja. En op een gegeven moment zijn die dingen in de kast geraakt. Heb ik er weinig meer mee gedaan. Maar dan op een gegeven moment is het toch leuk om dat soort nummers weer naar voren te halen. Nou, ik heb trouwens mijn hele lijst vanavond heel veel tussen vrij recent zitten. Ik geloof dat ik niks ouder heb dan van voor, tenminste qua cd-uitgave, voor 1990. Er zitten wel twee nummers bij, twee weet ik zeker, die ouder zijn. Maar die op een cd staan, die pas na 1990 weer is uitgebracht. Maar,
Ja, Alan Jackson. En zullen we maar gewoon lekker gaan luisteren? Laten we doen. Gewoon keiharde, heerlijke country. En hij gooit hem er meteen vol in met het nummer Someday. Ja. Someday. Ja, uit de Sometimes. Someday. Uit de platenkast uit die tijd. En ongeveer, ik denk 2-3 cd'tjes verderop uit het jaar 1990. Uit diezelfde kast. Daar staat dan Mark Chestnut. En weet je wat hij zingt? Nee hoor. Brother. Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl. Country, bluegrass, oldtime en alles wat erbij hoort, hè? Zeker. En daar hoort veel bij. Ja, daar hoort heel veel bij. Ik heb ooit, ik weet niet meer hoeveel het was, maar iemand die had uitgezocht, alle verwante muziekstijlen op een rijtje gezet. Al die verschillende stijlen die je zou kunnen onderscheiden. En die kwam, ik geloof, over de 40 of zo, of misschien nog meer. Ik weet niet meer hoeveel het was. Maar, dus ja, als je dat allemaal wil gaan opnoemen, heb je het tweede uur al vol. Ga ik niet aan beginnen. Nee. Nee, dan ga ik dus zeggen dat we dus het tweede uur zijn begonnen met de Bankesters. En when you put your hand in mine. Ja, dan loop je hand in hand. Dan loop je hand in hand? Ja. Ja. Dat hebben hun uitgevonden. Komt daar vandaan. Dat hebben hun uitgevonden. Ja. Ja. Hey, we gaan naar overbekend. Zover ik weet, dit jaar weer komend naar Nederland. Ja, ik had dit al bedacht om te gaan draaien. En toen zat het programma van vorige week door drukte pas afgelopen zaterdag, geloof ik, te luisteren. En toen hoorde ik dat hij ook langskwam. Ja. Dat je toen met Harro zat vorige week. Ja. Maar dat geeft allemaal niets. Want er zijn mensen die kan je elke week wel draaien. Vind ik ook. Dus John Prine, die brengt mij weer terug naar Glasgow. Toen ik hem daar heb gezien vorig jaar zomer. We zijn al in het nieuwe jaar, 2018 dus. Oh, kijk. In de stromende regen in Kelvin Grove Park. Samen met mijn vriend uit Glasgow en Davy. Dat was ontzettend gezellig. Samen met poncho's in de stromende regen. Maar wat een fantastisch concert. Die stond ook weer in het voorprogramma. Ik ben even zijn naam kwijt. Die, dan ga je me overvallen. Ja? Nou ja, oké, maakt niet uit. De grote man. John Morland. John Morland, ook een fantastisch artiest. Genieten. Maar, wat een namen hoor ik nou. Ja, ken ik allemaal niet. Nee, oh jongen, John er is Morland zo. Moeten we ook een keer gaan draaien. Gaan we ook een keer mee. Ja. Dat kan jij mooi wel eens een keertje regelen. Die doe ik. Maar John Prine dus. Maar dan ook nog met opnieuw een knipoog naar aanstaande donderdagavond. Want dit is van het eerste album met duetten In Spite of Ourselves. Ook ja, dan zeg maar de titelsong In Spite of Ourselves. En dat doet hij dus ook samen met Iris Dement. In spite of ourselves. Oh, toch wel. Ja, hij zei het nog eventjes, hè? Ja, nee, dat moet even genoemd worden. Zeker weten. Dat hoeven wij niet te doen. Nee, maar toch leuk, hè? Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik John Prine gezien. Ja. En aanstaande donderdag Iris Dement zien. Dus is een cirkeltje weer rond. En dan ga ik even aan Iris Dement vragen of ze in Nederland blijft tot John Prine ook weer in Nederland komt. Ja, want dat is ook weer snel, hè? Want dan krijg je tenminste zulke nummers, hè? Ja. Was dat niet april? Volgens mij uit mijn hoofd zo? Ja. Maar niet in Tivoli, geloof ik. Nee, ik dacht in Amsterdam, hè? Ja. In Paradiso. Ja. Paradiso. Ja. Nou ja, goed. Hey, we gaan. Heel veel mensen kennen het nummer van de Tumbleweeds. Ja. En ook sommigen natuurlijk de schrijver, Merle Haggard. Ja. En ik wist dus niet, ik heb vandaag ook weer geleerd, dat hij dat niet alleen geschreven heeft, Merle Haggard, maar samen met Buck Owens. Bonnie Owens. Met sorry. Bonnie Owens, oké. Okay. Ja. En mensen dus die dit nummer wel kennen. En hij is over de hele wereld nummer 1 geweest. Hier in Nederland denk ik, wat ik al zei van de Tumbleweeds. Ja, als je hem niet kent, heb je ergens onder een steen gelegen. Ja, maar goed, dan moet je eigenlijk wel weer onderuit graven. Ja. Want anders mis je nu dit nummer eigenlijk van Bonnie Owens. Somewhere Between. Van mij komen er dan weer jeugdherinneringen naar boven. De tijd dat we in Barneveld deze dingen deden met de Tumbleweeds. Ik heb zelfs een tijdje mee helpen organiseren om deze band naar Barneveld te krijgen. Oké. Okay. En ik ken ze allemaal natuurlijk. Ina, Barry, Tom. Ja, je hebt het er vaak over. Dus, de familie bij Zeus. En dan met Ruud Hermans erbij. Oh, dat waren nog eens tijden, zeggen we dan. Hè? Kippenvel, ja. In Barneveld helemaal. Ja, maar goed. Dus. We gaan naar de straat in jouw tuin. We zijn straks thuis. In Yourtown geweest. Ja, en we gaan nu naar de. Nee, we zijn straks in My. Nee, in Ouertown. Ouertown zijn we geweest. Ouertown. Ja, Yourtown. De streets in Yourtown. Ja. Dus. Het is een beetje een geografische uitzending daarmee vanavond. Ja, maar welke staat het gaat, dat.
Maakt ons niet uit. Maakt ook helemaal niet uit. Dan mag iedereen thuis voor zichzelf invullen. Normaal hebben we een rode draad. Ja. Maar deze keer doen we gewoon... We gaan alle kanten op. Alle kanten op. Ja, maar we gaan nu allerlei steden langs. Ja. Maar ik denk toch dat dit de straat is van Cathy Mattea. Onze jaarartiest voor 2020 is Emmelo Harris en het wordt u verteld door Ab van der Lee. Ja, goedenavond. We begonnen het verhaal van onze jaarartiest vorige week met haar album Gliding Bird. En die staat hier voor onze neus op de tafel, dus mensen die meekijken die kunnen hem zien staan. Dit debuutalbum uit 1969 die bracht Emmelo Harris nog niet zo heel erg ver. Haar live optredens waren zonder meer heel goed. Maar het album werd zeker geen succes en verkocht eigenlijk heel slecht. Na haar scheiding van de producer Tom Slocum... keerde ze met haar jonge dochter terug naar haar ouders in Clarksville in Maryland. En dat ligt vlakbij Washington, D.C. En toen ze daar weer huisde, startte ze een muzikale samenwerking met het duo Jerry Mule en Tom Gridera. En met dat tweetal trad ze regelmatig op in clubs en cafés in Washington, D.C. En tijdens een optreden in 1971 werd ze opgemerkt door leden van de country rockgroep The Flying Burrito Brothers. En één van hen was Chris Hillman, een bekende naam, hè, voormalig lid van de Birds. En tevens de man die samen met Gram Parsons de Flying Burrito Brothers had opgericht. En die Chris Hillman die overwoog eerst om die Emmelo Harris te vragen om bij de Flying Burrito Brothers te komen zingen. Maar hij koos er toch voor om Emmelo Harris aan te bevelen bij Gram Parsons. Die was kort daarvoor wegens overmatig drugsgebruik uit de Flying Burrito Brothers gezet. En hij was bezig aan zijn eerste soloalbum en hij zocht daarvoor nog een goede vrouwenstem. En zo verscheen Emmelo Harris in het najaar van 1972 in een studio bij Gram Parsons voor de opnames van zijn debuutalbum GP, wat in januari 1973 uitkwam. En ook dat album staat hier voor ons op de tafel voor de meekijkers. En na de release van het album GP ging Emmelo Harris mee op tournee met The Fallen Angels. En dat is zeg maar de liveband van Gram Parsons uit die tijd. En ja, omdat die samenwerking met Gram Parsons voor die Emmelo Harris zo'n belangrijke springplank zou worden naar haar latere succes, doen we nu een nummer van dat debuutalbum van Gram Parsons uit 1973. En de samenzang in dit duet laat eigenlijk voor het eerst die country stem, die country snik noemen we dat geloof ik, horen. Waarmee Emmelo Harris inmiddels zo beroemd is geworden. Dus gaan we nu luisteren naar Emmelo Harris en Gram Parsons met het nummer We'll Sweep Out the Ashes in the Morning. Waar zitten die dames met die petticoats? Voorin of achterin? Dit heeft volgens mij niet direct met petticoats van de dames te maken. Oh ja, maar ik, nee, goed. Nee. Ben ik weer te ver gegaan? Nee, hoor. Nee, je bent niet te ver gegaan. Je zit gewoon op het verkeerde spoor. Hey, kding. Hey, maar, luister. Het zit allemaal in het brein, dit. Ja, maar Petticoat Junction, dat was een televisieserie. En dat heeft gedraaid tussen of rond eind jaren 60, begin jaren 70. Kijk nu even. Ken je de Beverly Hillbillies als televisieserie? Ja, zeker. Nou, diezelfde maker heeft ook Petticoat Junction gemaakt. En dat was een serie die speelde rond een hotel. En dat hotel was gelegen langs een spoorlijn. Dus dat, nou, ik heb het zelf nog nooit gezien. Maar ik heb alleen maar van nu. Ik zou het heel graag willen gaan zoeken. En dat zal vast terug te vinden zijn. Dat klinkt heel erg leuk, zeker voor een treinliefhebber. En daar komt dan, neem ik aan, elke keer de stoomtrein voorbij en dat soort zaken. Dat verzin ik nu maar dat stel ik me zo voor. En de teamtune van die serie, dat is dus ook het nummer Petticoat Junction. En daarna, ook weer van diezelfde maker, is er weer een spin-off geweest. En dat kennen sommige mensen misschien ook wel. Want dat heeft ook op destijds een van de Nederlandse commerciële zenders gedraaid. Ik denk Sky Channel uit mijn hoofd. En dat was de serie Green Acres. Je kent het weer niet. Nee, dat heb ik wel weer veel gekeken. Ja. Daar heb ik echt bij liggen gieren van het lachen. Dat was echt hartstikke dom en leuk. Maar het is allemaal uit dezelfde hoek. Maar we gaan dus nu luisteren naar een echte lekkere trainsong. Dat is dus de teamtune van de leuke tv-serie, denk ik. Ga ik opzoeken. Petticoat Junction, maar van onze grote vrienden Flat & Scruggs. Zoals we thuis begrepen hebben dat het live is? Ja,
En live in Berlijn. En dan met een hele zaal vol met Amerikaanse militairen. Ah. 1949, kort na de Tweede Wereldoorlog. Dit was dus een van die voorbeelden die ik noemde ook. Wel een oude nummer. Maar dat heb ik weer gevonden op een of ander album met allemaal Hank Williams muziek. Met allemaal verschillende opnamen, wat dan pas na de jaren 90 weer eens is uitgebracht. Maar, leuk. Maar A Great Big Wee Gates. Ja, nou. Zo werd het aangekondigd. Ja. En dat was dus de titel van de blog van afgelopen weekend. Want dat ging hierover. En ik vind het zo'n prachtige opname. Ja. Hank Williams live in 1949. En dan een zaal van militairen, Amerikaanse militairen, in Berlijn. Goed. Ik vind het bijzonder. Dat is zeker bijzonder. Ja, ja. Mooi. We gaan naar weer een beetje Cajun muziek. Dat is altijd leuk. We hebben dat voor een paar weken geleden gedaan. En toen dacht ik van ja, maar we moeten het weer doen. Toevallig dat ik dezelfde persoon tegenkom die we toen ook gedraaid hebben. Vin Bruce. Ja. Maar goed, wel met een ander nummer. Ja, we gaan niet iedere keer hetzelfde nummer draaien natuurlijk. Nee, hè? Nee. Is dat vervelend? Ja, nee, het is wel makkelijk elke keer dezelfde playlist. Ja, nee, kunnen we ook gewoon één keer opnemen en voortaan thuis blijven. Maar goed, misschien dat sommige mensen het nodig hebben, ik weet het niet. Maar let's start a new love. Yes. Kijk, en zo is de cirkel weer rond. Zo Cheers. Hebben we country, bluegrass, all-time Cajun. Het is weer wat anders, hè? Tex-Mex, dat moeten we dan ook nog een keer naar gaan zoeken. Maar hoe is jouw Frans? Slecht. Oké, commencez un nouvel amour. Ja, ik ken een kennisvraag. Nee, maar dat zong die. Oh, want je titel staat op de lijst van het Engels, maar dat is dus dan in het Frans. Oh. Dus, ja? Ja, ik heb ook van alles, hè? Let's start a new love. Ja, ik heb opgelet bij meneer Rood, net als Ab vroeger. Oh. Ja, dat was onze Frans docent. Ja. Goed, van mij was het alleen maar Banjeveels. Oké. Okay. Voor lustere keel. Oh, ja. Ja. Oh. Goed. Susie Bogus. Ja, Susie Bogus. Dat is eigenlijk weer zo'n cd'tje die in diezelfde kast stond. Net als in het eerste uur. 1991, weer diezelfde tijd. Ik heb toen echt zo'n tijd gehad. Weet je wat voor een zender er toen was op de radio? Nee. Die ik toen gevonden heb? Voice of America. En die hadden altijd op zondagmiddag hadden die altijd de Country Hot 100. Wow. Weet ik het hoeveel het was? Zoiets, hè? Hot 100. En daar, die kon ik vangen via de kabel. En daar luisterde ik vaak naar. En dat was een beetje in die tijd. Dus dat was de tijd dat deze nummers in die Hot 100 stonden. Dus dat hoorde ik. En toen ging ik wat van die cd's kopen. Dus daar komt het een beetje vandaan als achtergrondinformatie. Maar van het album Aces, dus uit die tijd, hebben we Susie Buggers met het mooie nummer Someday Soon. En heerlijk toch, hè, die stijl. Someday Soon. Van Susie Bogus. Ja, mooi toch? Ja. En ik hoor net rechts namen noemen hier van mij. Ja, ja. Dat ja, ik denk kijk, van jongen. Ik kijk altijd een beetje naar de muzikanten die meespelen. We hebben het laatst over die pedalsteel gehad. Een paar weken terug, half december geloof ik was dat. Ja. En ik zit nou al, ik kijk een beetje wie speelt op al die nummers die nu voorbij komen vanavond. En ik zie nu voor de derde of de vierde keer die Paul Franklin voorbij komen op pedalsteel gitaar. Dus dat is ook blijkbaar een hele grote jongen, want die doet ook met iedereen mee. Hij noemt wel op rekening, ja. Ja, en nu zie ik ook Leland's Clark op bas, die speelt hier mee. Ja, en die ken ik weer heel goed als grote fan van Jackson Brown en James Taylor. En dat soort namen. Carole King, ook bekend, Leland's Clark. Dus ja, en je ziet het, hè? Mooie, goede muzikanten, schitterend nummer. Ja. En dat wordt altijd geraakt bij Countryland, hoor. Dat doen wij. We gaan naar het volgende, Jos. We gaan weer naar bluegrass muziek. Chain Station. Ken je dat? Het is een viermansformatie, High Energy. Krijgt ze op de dansvloer, snarenband noemen ze zichzelf. Geboren hoog in de bergen van Denver, Colorado. Hun muziek is doordrenkt met Americana roots en vocale harmonieën die hoog, eenzaam en strak zijn. Hun keuze varieert van razendsnel tot zachtaardig in de mountains. Ja. Ja, in de mountains van Denver. Een bluegrass band. En dan krijgen we het. Een bluegrass band die kieskeurige oldtimers zou kunnen bevredigen. En fans van newgrass zullen verrukken. En dan een delicatesse voor iedereen die dus van bluegrass muziek houdt. Je maakt me heel nieuwsgierig. Zullen we dan maar eens gaan luisteren? Goed plan. Change Changes en Deep Dark Night. Ze hielden ons voor de gek, Joost. Ja. Weet je wat ze dat noemen? Nou.
Een DJ-killer. Nou, ik leef nog, hoor. Ja, nee, dat wordt niet op ons gedacht. Mij krijg je zo gauw niet gek. Nee, hè? Ik ben een vliegtuig. KLM? We mogen geen reclame maken, hè? Airplay? Maar er zijn ook andere goede vliegtuigmaatschappijen. Ja. Dat zeggen ze dan altijd, hè? Als je naam, dan moet je ook zeggen dat er ook anderen zijn. Ja, er zijn heel veel anderen. Dus, mooi nummer. Ja. Ja, bijzonder. Ja, ik had, zoals ik mij kan herinneren, nooit eerder bluegrass uit Denver of uit Colorado. Nou ja, hoek, zeg maar. Ik kwam er toevallig vandaag tegen met het... Je was in Denver, je denkt, hé jongens. Nou ja, goed, ik zat al mijn route te maken van... Ja. Als ik met vakantie ga, waar ga ik overal heen? Ja, dan moet je ook even langs Denver. Dan moet je even langs Denver, dus zeker weten. Ja, dus The Deep Dark Nights. Ja, mooi. Dat is het nummer van The Chain Station. Hey, die twee bekenden, we hebben ze vaker in onze uitzending gehad. We hebben ze meerdere malen gehoord natuurlijk ook. Ja. En, ze zijn overbekend. Dat is in de bluegrass is dat gewoon, behoort dat bij de top. Ja. Absoluut. Grand Ole Opry, maar ook op de grootste festivals. En daar heb ik ze dus uiteraard ook weer gezien in Columbus, Ohio toen, een aantal jaren geleden. Daly en Vincent. Ja. Dat is gewoon razend mooie... Ja, meest moderne bluegrass muziek. Maar ze kunnen ook een thema pakken en dan allemaal weer een oud thema. Daar weer hele mooie nummers van maken. Ze hebben ook bijvoorbeeld een album gemaakt met allemaal nummers van de Statler Brothers. Dat is heel bijzonder. Echt heel mooi. Dat doen we ook een andere keer wel weer eens. Maar ik heb er nou eentje van het album Brothers from Different Mothers uit 2009. En ook een nummer wat ik altijd heerlijk vind om naar te luisteren. En dat gaat over de ellende van iemand die dus zijn oude liefde is kwijtgeraakt. En dan op het huwelijk van die oude liefde met de nieuwe vlam aanwezig is. En eigenlijk wilde hij het niet, maar hij wil stiekem toch meekijken. Ja. Daar komt het denk ik een klein beetje op neer. Maar dat is al een poosje geleden geweest, hoor. Dat is echt al een tijdje geleden. Ja. Years ago. Nou, dat was het weer. 2 uur country muziek in het programma Countyland. Ik heb nog geen... Oh, ja. Nee, ik dacht van, nu hoor ik hem, Maar je weet dat die lampjes betekenen ook wat, hè? Nee, maar ik bedoel, ik hoorde nog steeds Garth Brooks. Ja, dus ik denk, hoezo, dat is het weer, maar ik hoor het. Ja. Dat is jammer, hè? Echt zo jammer is dat, hè? Maar ja, wat waren het wel weer 2 vlotte uurtjes, maar wel ook. Dat ging weer prima. Ja. We hebben weer hele leuke muziek gehad. Ik ga ze niet allemaal meer opnoemen, want dat hebben we mensen kunnen horen. Ze hebben het kunnen horen en hij stond nog niet op de site, maar de playlist komt er snel aan. Hè? Die komt er zo snel mogelijk aan. Dan kunnen mensen dan daar teruglezen en ook snel terugluisteren. Mensen dus die ons nog een keer willen beluisteren, ze zeggen van nou, ik heb het even niet gehoord. Die kunnen gaan naar uitzendinggemist.kantrand.nl en wilt u ons eens een berichtje sturen? Ja. Dat kan natuurlijk altijd een e-mailtje, dus via info@kantrand.nl en en onze site bekijken. De site bekijken en via alle social media. Ja. Dus alles kan bij Countyland. Ik ga het App naast mij bedanken, want dat waren weer fijne berichten. Onverwacht, maar leuk dat Appje er ook was. Ja, dat is gezellig. Vanzelf. Ja. Jos, jij natuurlijk ook weer bedankt. Zeker. En, we zien en horen elkaar weer heel snel. Absoluut. Want dan gaan we dus weer verder, want we hebben nog zoveel dingen. We krijgen het allemaal niet gedraaid in de komende eeuw. Nee. Ik ga Johan bedanken voor de techniek. Ik ga Nel bedanken voor de koffie. Ik ga Valeri bedanken voor de koffie, de thee, de limonade en de foto's. En luisteraars thuis. U bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot de volgende keer. Tot de volgende week.